Een hele goede dag iedereen. Welkom terug na een hele lange tijd bij weer een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Origins op mijn channel. Het is inmiddels 58, aflevering 58. We spelen de Hidden Ones DLC. Er is een nieuwe aflevering voor jullie. Ik heb er super veel zin in. En ik zal meteen uitleggen waarom het een tijdje heeft geduurd. Het is namelijk, denk ik, al een weekje, anderhalve week geleden, sinds de laatste Assassin's Creed aflevering. Nou ja, in de tussentijd is er eigenlijk in mijn leven niet heel veel gebeurd. Maar ik ben in de tussentijd 6 jaar samen met Julia. En ik heb de afgelopen tijd en dagen eigenlijk eventjes gespendeerd met wat online gaming. Even gewoon samen met mijn vrienden. En dat was eigenlijk wel heel erg gezellig. Dus ik heb eigenlijk wat tijd voor mezelf genomen. Laten we dat voorop stellen. En ik ben weer terug. Ik ga Assassin's Creed Origins natuurlijk gewoon verder opnemen. Er valt zat te doen de aankomende periode in gamingland. En dat betekent natuurlijk mijn eigen dingetjes afronden. En er komen ook gewoon heel veel nieuwe games aan. Ik hoop in ieder geval dat jullie er zin in hebben. Eventjes de support show door een like te droppen. Een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Origins, The Hidden Ones DLC. Waar ik ben, is in een kamp dat jullie moeten herkennen. Een kamp dat jullie herkennen uit de vorige aflevering. Die we al helemaal compleet hebben uitgeschakeld. Maar zoals jullie zien, staat er daar een gele markering. En als je kijkt, dat is dit kamp. Uitgezoomd. Dit kamp. Muren van de heerser. We hebben er alles gedaan. De schatten, de commandant en de kapitein. Maar er is hier één markering. En die markering heeft te maken met deze missie. Heb respect voor uw broeder. Er is namelijk een onzichtbare gestorven. Een onzichtbare is gewoon een synoniem ander woord voor een assassin. En Bayek moet een fatsoenlijke begrafenis regelen voor deze gestorven onzichtbare. Daarmee gaan we deze aflevering 58 starten. Van harte welkom allemaal. Ik heb er zin in. We gaan hem oppakken. I shall honor you, loyal servant to our creed. Hier zie je, we gaan hem eren volgens de creed. En hem natuurlijk niet gewoon hier laten wegrotten in een of ander kamp van de Romeinen. Dat is natuurlijk totaal niet de bedoeling. Dus we roepen ons paardje erbij. Hoe deed ik dat ook weer? Ik heb het eventjes snel gecheckt voor jullie. En het rijdier roepen is inderdaad gewoon pijltjes onder ingedrukt houden. Maar het rijdier komt maar niet. Ik heb gewoon een eigen rijdier, een kameel. Een best wel tof kameel ook. Maar hij reageert helemaal nergens op. Dus het enige wat ik kan doen is hem dan wegbrengen met een paard wat ik vond in dit kamp. En dat is een best wel random paard eigenlijk. Is best wel snel ook. In ieder geval sneller dan een kameel. En misschien maar eventjes hier de berg op. Het is namelijk gewoon de bedoeling dat we een fatsoenlijke begraafplaats vinden voor deze gestorven assassin. En dan in ieder geval dan een eervol afscheid geven in plaats van hem gewoon daar te laten liggen natuurlijk. Kijk, ik moet een weg naar beneden zien te vinden. Zijn we weer bij de Klisma-noom. Zo'n rare benaming. Alright. Eventjes een omweg. We moeten hem ergens dus in de bergen begraven. Hier een eervol afscheid geven bij dit bergpad. Voordat we dit bergpad dan daadwerkelijk opgaan. Hier, nou doet hij het wel. Nou komt mijn rijdier er dan. Blijkbaar daar al in de buurt van dat kamp kon ik mijn rijdier gewoon niet roepen. Dit is Gerda. Die kennen jullie als het goed is ook nog wel. Gerda Kameel. Kijkt altijd zo derpy als het maar kan. Jongens, wat is dit voor locatie? Ja. Wow. Kan je erop, Gerda? Ja, je kan erop. Blijkbaar ging er wel een pad heen. Ik heb gewoon een afsnijroute gepakt. Ook prima. Ik zie hier nog een kistje. Die pikken we ook mee. Koolstofkristal. Pak het dan maar af en geef hem in ieder geval een eervol afscheid. Let Horus guide you to the field of reeds. And a moon stretches light across your car.
I will stay with the Hidden One to see him off to the Field of Reeds. Thank you, Bayek. Geen probleem. Ja, het is best wel sneu eigenlijk wat er is gebeurd. Best wel heel erg. Maar goed, het is wel mooi dat we dit zo op deze manier hebben afgesloten en afgerond. Want ja, je kon het gewoon simpelweg bij dat kamp houden. Maar ik was er ook gewoon in die part al weggereden. Ik was er al helemaal van weg van dat kamp. En toen opeens besefte ik, hey, er is daar nog gewoon een gele markering. Die heb ik helemaal gemist. Nou, wat we gaan doen, we gaan verder met de minst hoge story mission. Het secundaire missie trouwens. Dit zijn de belangrijke DLC missies. En dit is een primaire missie, dit is een secundaire en dit is een secundaire. Dus we werken ze er een beetje af. Na deze moorden om de schaduw zullen we verder gaan met de ondergaande zon. En dat is dan een DLC hoofdquest. Daar krijg ik ook 15k voor. Voor deze krijgen we een legendarisch rijdier. En daar ben ik dus best wel benieuwd naar. Uitrusting, dik in orde. Ziet er allemaal goed uit. We hebben ook de vorige afleveringen zo een beetje opgebouwd natuurlijk. Dus waar we heen zullen moeten gaan is helemaal daar. En dit is in het nieuwe gebied. Daar is overigens ook een schaduw van het noorden aanwezig. En uitgezoomd speelde zich af in dit noordelijk gebied dat ik nog niet heb verkend. Samen met de Red Sea. Ik heb ze eigenlijk allemaal nog niet verkend. Dus het doel is om denk ik wel een fast travel te plaatsen. En dan vanaf dat punt de paden te volgen richting deze nieuwe markering in een nieuw gebied. Dat is een beetje het plan voor deze aflevering 58. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. We gaan een fast travel doen. En tot zometeen. Oh, daar is Gerda al. Nou, welkom terug allemaal. Zojuist de fast travel achter de rug. En laten we het pad volgen richting de locatie. Een kameel rent over het algemeen best wel debiel. Best wel debiel als je het vergelijkt met een normaal paard. Moeten we hier naar rechts? Kunnen we afsnijden? Ik weet het niet, we gaan het doen. We moeten dus een compleet noordelijke provincie intrekken langs de Rode Zee. Er is hier een nieuwe locatie, luipaarden. Misschien kunnen we hem beter gewoon meteen doen. Stap maar af, alles onderweg gewoon doen, zodat we de nieuwe omgeving, het toegevoegde gebied ook gewoon in kaart brengen en ontdekken. En verkennen, Sindhu erbij pakken. Hey, it's your boy, Sindhu. Ik heb, als ik dit nu opneem, ja, ik heb gisteren Shadow of the Colossus uitgespeeld. En daar op het einde was ook echt een vogel aanwezig. Het zag er best wel uit als een Sindhu. Kijk, we gaan mijn meest sterke boog erbij pakken. We proberen dan gewoon een instant kill te maken op dat beest. Hier omhoog klimmen hebben die beesten me ook niet door. Ofwel, waarom heeft hij me door? Dit is hem toch? Ja man, dit is hem. Gone, man. Nee! Nu wel. Van een bed. Dit is een boog die soms enemies en beesten laat slapen. Dus je hebt de kans bij elke hit dat het beest gaat slapen. Oh, hier valt die is ook neer. Top, zijn er nog andere beesten aanwezig? Nee. Cool. Ik denk dat ik ook meteen eventjes ga mediteren. Zodat het gewoon weer dag is. Ja, deze gozer is keihard gewrekt, man. Neem deze vachten mee, dan mediteren we. Is het weer klaarlichte dag? En dan is het mooier om het gebied in kaart te brengen op klaarlichte dag. Dus laten we even mediteren. Nou, ochtendzonnetje. Ik vind het helemaal mooi. Daar zat Gerda nog steeds. Beautiful as always. Zo, die luipaarden hebben goed huisgehouden hier, man. Er liggen pittig wat lijkjes. Jezus, wat moeten we doen als luipaard in Egypte? Jachtluipaard. Oh, dit is een kamp. Wow. Dit is een kamp. Of niet soms? Wat is dit? In kaart brengen misschien? Ja man, dit zijn allemaal enemies. Yo, holy fuck. Misschien niet al te slim. Kijk, we hebben de nieuwe regio ontdekt. Ik vind het helemaal mooi. Misschien niet al te slim om daar gewoon langs te gaan. Zo van, hey, what up? Ik
Reis eventjes door jullie kamp heen. Hallo, level 43 leger. Kan er beter omheen gaan, ja. Hier nog een tussendoorpad. Wil ik nu glitchen. Oh. Is misschien niet al te slim. Wel een mooie oase hier tussen. Is het leuk om de oase in kaart te brengen. Ja. Wow. Het paardje, of deze kameel, beweegt in ieder geval een stuk subtieler dan in Shadow of the Colossus, waar die letterlijk niet eens een rots af kan. Dat begon ook wel te irriteren. Continu omwegen zoeken, omdat je gewoon niet een simpel rotssprongetje kan maken. Niet echt gebruiksvriendelijk voor de speler, zeg maar. Continu omwegen te moeten zoeken. Oh, mijn paard kan niet langs deze rots. Dit is een compleet nieuwe stad. Ja, 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 ja. Dit is mooi. Dit willen we verkennen. Kijk even hoeveel vraagtekens. Compleet nieuw DLC-gebied. Wat een gebouw. Wauw, een piramide in de maak. Ja. We hebben Arsinoe ontdekt. Een compleet witte piramide in de maak. Helemaal in de stijl van Romeinen gewoon. Oh, het is ook meteen een verboden gebied. Ik denk dat dit... Ja, dit zijn legers. I cannot believe this pyramid is being taken away. Wacht eens. What's the cause? Oh, ik snapte hem verkeerd. Er zijn hier gewoon hele nieuwe groeperingen. Volken die zich hebben gevestigd hier. En ze maken de piramide niet. Nee, ze maken hem kapot. Bayek zegt ook, ik snap niet dat deze piramide wordt ontmanteld. Ze zijn hem gewoon aan het destroyen, man. Hé, daar is hij. Even alles in kaart brengen. Zoals je ziet zijn er echt ziek veel dingen te vinden, te beleven, te doen hier. Waar ben ik nou op zoek? Dat dus blijkbaar. De verborgen ingang is daar. Hier zit hiervoor ook nog gewoon een soort outpost aan vast. Waar ik beter meteen ook de signaalvuren kan gaan. Ja, ik wil het bijna hacken noemen. Ik moet ze gewoon op zo'n manier onklaarmaken, gebruiksonklaarmaken, dat ze ontploffen als ze worden aangestoken. Dat is best wel sick. Ik kan niet op het woord komen. Ik zoek een woord. Ik kan er niet op komen. En daar is een schat. Nou, die kunnen we ook meteen meepikken, toch? In ieder geval, vind en vermoord Harwa. Ik heb hem volgens mij nog steeds niet in kaart gebracht. Ik ga er wel even heen vliegen. Wat een ziek mooi gebied hier in ieder geval. Het is groots. Er wordt een piramide kapot gemaakt. En daar is dan zo'n uitkijkpunt boven op een gebouw. En hier ergens, hierboven, je ziet die markering ook. Zijn we op zoek naar Harwa. Vind en vermoord Harwa. Wie is die gast überhaupt? En wat is dit voor gebouw? Echt helemaal overgenomen door de Romeinen. Helemaal crazy. Overal kampen. Nou, zoals jullie van mij gewend zijn, ben ik een op zich best wel goede Assassin's Creed speler, maar hou ik er ook van om er niet in te rennen en iedereen maar te hakken en te beuken en weet ik veel wat. Ik ben echt die stealth speler. Ik ga op randjes zitten. Ik hou ervan om gewoon ongezien iets compleet uit te schakelen. En daarom, ja, dat past ook wel misschien wel in de benaming van de quest überhaupt. De moord om de schaduw. We gaan gewoon die schaduw uithangen. We gaan die onzichtbare uithangen die gewoon ongezien langs alles en nog wat komt. We pikken eerst eventjes deze schat mee. Waar deze fucking textures heel erg veel moeite hadden om in te laden. Yo, wat zijn hun aan het doen? Hey dames, wat zijn jullie aan het doen? Vind je dit normaal? Hey! Sam! Oké, nou ja, ik heb ze in ieder geval gestopt. Ze zijn nu allebei bang.
zo mooi om sommige NPC's gewoon compleet te laten glitchen door iets te doen wat buiten hun hele script gaat. Hey, jij bent goed. We hebben de standaard zinnen weer terug. We gaan lekker hier naar binnen, jongens. We gaan letterlijk alles onveilig maken. Op de Bayek Den Aden stijl. Lekker stelt hier, lekker ongezien. Let's go. Lukt het je, Bayek? Nee, het lukt Bayek niet om er op die manier op te klimmen. Oké, ik hou ervan wat ik al zei. Om stealth te werk te gaan, moeten we natuurlijk eerst alle soort van snipers uitschakelen. Startend met die gast aan de overkant. Die is uitgeschakeld, dank je. Dan hebben we die gast daar. Die... blijkbaar... ik schiet tegen onzichtbare muren. Dankjewel. Instant kill. Dank u. Hou je bek, hè? Wees stil. Ik ben hier niet voor niets een assassin. Ik kom je helpen, gek. Dit ging niet al te vlekkeloos, maar oké, ik heb het spel ook al lange tijd niet gespeeld, dus ik moet eventjes wennen aan de besturing. Dus ja, de tactiekjes zitten wel in de vingers, de uitvoering is alleen wat anders. Ik zet mijn val, prachtig, die guy zat er pis in een hoek, zien we dat. Die maken we gewoon meteen dood. Straffen we af dat hij niet aan het opletten is. Ga daarheen. Vind ik mooi. Gaat er ook achteraan. Ik zet meteen gif. Mocht hij ontdekt worden, gaat hij sowieso ten onder. Misschien is het ook slim dit niet op klaarlichte dag te doen. Dus als we daadwerkelijk in de buurt van Harwa komen, wat helemaal daar is. Dat is dus niet de manier. Maar goed, als we in de buurt van Harwa komen, dan gaan we dus eventjes voor zorgen dat het nacht wordt. Ga je heen, pik. Eens even kijken, wat kom ik hier doen? Locatiedoelen, er is nog één schat aanwezig. Als ik de schat heb weggeplunderd, dan hebben we simpelweg alles al hier gedaan. En hier ligt de schat ook meteen. Dus dankjewel, we hebben hier alles gedaan, top. 800 XP binnen en... alsjeblieft. Ja, nu meteen door naar de piramide. Die wil ik er wel gewoon achteraan doen. De piramide waarvan ik dacht dat die werd gebouwd, wordt juist ontmanteld. Oh, gewoon via de stellage omhoog. Hier hebben we inzet. Dus even kijken, we hadden hier namelijk allerlei secret ingangen. Waar ik gebruik van kon maken. Ik weet niet of het zin heeft. Wat zijn de locatiedoelen hier precies? Zo hysterisch. Als ik hier binnen ben, is ik wel de bedoeling.
Het is toch een mooi spelletje. Het speelt zo fijn. Top, dit is genoeg om te one-hitten. Daar ben ik blij mee. Ik wil de locatiedoelen hebben van dit gebied. Dat moet ik denk ik op deze wijze doen. Er is een kapitein en er is één schat. De schat heb ik al in kaart gebracht en de kapitein chillt hem daar beneden. Dus misschien kunnen we... Ah, het is net te hoog. Ik zou op dat kopje willen landen, maar het is te hoog. Wat is dan slim? Kan ik op dat kopje springen? Uitgeschakeld. Dank u. And he gone, man. We fixed it. Wat zit er dan in de piramide nog voor de rest? En dat is allemaal ook binnen voor de rest. Top. Ik vind het wel interessant om te verkennen. Wat is de reden, zeg maar, dat ze hem afbraken? Daar gaan we nu achter komen. Blijft, hè? Ik heb het nu best wel een tijdje niet gespeeld. Tussen allerlei andere games, Call of Duty, Shadow of the Colossus, weet ik veel wat in. Tijd niet opgenomen. Het blijft altijd fantastisch om dit spel te spelen. Hoe je het ook bent of keert, wanneer je het ook weer speelt. Het is echt gewoon een topspel. Oh, pak hem op en... Sma. Top. Hier niks meer te beleven, toch? Nee. Het gaat weer naar buiten. Het is toch raar dat hier in niet zou zijn. Bayek had ook zeg maar nog zo'n line, zo'n zin, dat hij zei van wat zal de reden zijn dat ze deze piramide aan het afbreken zijn. Ik weet het niet. Het was in ieder geval ook wel een mooie manier om dichter bij de kapitein te komen. Als je bijvoorbeeld zo naar binnen was gegaan, was je meteen bij de kapitein geweest, bij zijn tentje. Maar goed, dat hebben we uiteindelijk alsnog gefixt. De arme mannen werken zich... Helemaal dood in de wind. My guards here are vigilant. Oh wacht, ik wilde ze bijna al bevrijden. Ik kan beter even wachten. Mors! Ego ludris ordina! Sensanguinum! Asserontrum! Fuck, dus vuurschaal is aangestoken. Hé, dat is kut. Want nu is iedereen meteen geattendeerd. Weet je wat, ik ga hier chillen en ik zorg dat ik ongezien hier blijf chillen. De locatiedoelen hier zijn één kapitein en één schat. En dan kan ik verder naar Harva.
Voor de moordende schaduw. Ik heb op zich ook alweer best wel veel gedaan. In een goed schema. Assistente. Steco resanto. Campana. Kik molestus. Non quid non assonitu facere. Hij heeft me niet door. Hij hoort gewoon niet dat ik naar hem fluit. Zet niet heel hiek. Wel zijn die NPC's allemaal aan het doen, joh. Ik probeer hem te lokken. Oh. Hier komt hij aan. Komt hij aan. Non il baby! Bye bye, Captain. Slow motion. Et hic, hoc sed sanguinum a sepulchrum. Zodra een van hun wordt ontdekt. Bye bye. Wat de hel zijn er doen? Weet je wat? Ik bevrijd hun gewoon. Help maar mee in gevecht, joh. Hoppa! Ik vraag me echt hoe ze allemaal zo blind zijn, die NPC's. Maar goed, dit hebben we ook gehaald en we kunnen weg hier, dankjewel. Shit geplunderd, schatten weggehaald, kapitein vermoord en we kunnen naar het synchronisatiepunt. En Gerrit, hoe gaat jou? Jij bent goed. Eens even kijken, wat hebben we hier? Oh, mooi stijltje. Oh man. Jij bent goed. Het is echt een mooi gebouw. De tempel van Thoth. We kunnen er meteen ook zo'n papierie weghalen voor extra... Hey. Extra XP. Draped in finery. Must be the slave merchant. Ah, dit is de slave merchant. Oké, even snel in kaart brengen waar die scroll is. Dan kan ik hier ook weer weg. We hebben... Weet ik niet wat daar is. Daar een schat. Ik wil de scroll hebben. Daar ligt de scroll, dankjewel. Markering daarop. Ik ga er meteen heen. Nemen we de scroll mee. Synchroniseren we dit gebied. En dan kunnen we achter die gast aan, die we zojuist in kaart hebben gebracht. Hij reist. Het is een slavenhandelaar. Papier is levend overigens 600 XP op. Altijd mooi. Ga doorheen, ga doorheen. Kom op. Hey. Oh.
Dan meteen met mijn kameel erachteraan. Dat krijgt best nu wel een beetje haast. Deze tempel ziet er zo mooi stijlvol uit. Hoe kunnen we dit beklimmen, joh? Kunnen we hem gewoon vastpakken? Ja, we kunnen gewoon aan die riggeltjes hangen, oké. Het is ook gewoon precies daar. Precies daar loopt die quest. Top hoor, mooie gevulde aflevering. Ik krijg er XP voor, het is in kaart gebracht. En ik denk dat ik er even op af ga vliegen met Zenu om precies te kijken waar ik mee te maken heb. En gewoon guards. Oké, vind en vermoord Harwa. Maar is Harwa nou degene die hier wordt meegenomen of... Ik zou het niet weten, jongens. We moeten er sowieso achteraan met Gerda. Ik hoop dat ze het bijhoudt. Nou, kies maar een hoopje. Oh, dat is genoeg keus. Oké, achter die gast staan. We moeten Harwa pakken. Even kijken welke boog ik ga gebruiken. Het zal wel sick zijn. Deze boog die ik dus heb ingesteld, deze, de normale. Als ik daarmee raak... Oh joh, die gast zit gewoon hier! There's the old Medjay! Come here! You know a lot about me. That mount could come in handy. Hey, is that really Bayek? The old Medjay? I put his heart on his platter. Kom maar op, kom maar op, kom maar op. Bam! Wat rustig. Ah, no, 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 no. En ik ben gedesynchroniseerd door zo'n Mongol. Kijk, die drie geitjes nou naast elkaar staan. Het zijn ook helemaal geen geitjes. Volgens mij zijn dit rammen, joh. Nou goed, dat ging heel soepel. Verliep echt heel soepel. Altijd leuk als twee dingen samenkomen, weet je wel. Drie guards die een kar beschermen, die dan opeens samenkomen met zo'n scarabee krijgen. Flikker lekker op, joh. Altijd alles tegelijk. En nou ja, dan sterf ik, want dan kan je niet focussen op één ding. Opnieuw achter ze aan dan maar. Maar nu reizen ze rechtstreeks naar de stad, wat ook niet echt heel optimaal is. Sanguine of damnation! Do you have any offerings coming soon? Yes! Yes! Damn you! You're ruining my work! By the gods! Is it true? We will taste freedom again! Uh-oh, het paard vertrekt in zijn eentje daar. Het glad nieuws mee, you Stevie! We steady at hand! Bam! Kom maar op, jongen. Hoppa! Rot enemies, jongen. Allemaal tegelijk. Maar goed, het is me wel gelukt die ene gast uit te schakelen. Waardoor ik dus
de gevangene kindslaaf kan bevrijden. Hazamet, I am free! Long live the killer shadow! Raya, helmoti mahi! Go now. De morrende schaduw is nu opgelost. Het rent ook gewoon maar zomaar in het wilde weg. We kunnen wel meteen een compleet nieuwe rijdier checken, want dat is natuurlijk de reden dat ik deze quest sowieso interessant vond, omdat ik er best wel cool rijdier voor kreeg. Maar welke is dat dan? Het is de hamer van Ptah. Het is een beest dat rechtschapen woede kan weerstaan. We gaan het zien. Wat is dit voor beest? Dit is een best wel mooi beest. Past ook helemaal bij de Hidden Ones DLC. Helemaal in het stijltje. Oké, tof. Vet groot spel is het ook. Het is echt, zeg maar, bizar groot. Want het zijn dan de makers van Assassin's Creed Black Flag. Maar ik geloof dat het echt tientallen keren groter is dan Black Flag ooit was. Maar de hoeveelheid content ze hiervoor ook hebben moeten maken. Alle kostuums, de designs van paarden. De designs van dorpen, gebouwen. Weet ik veel wat. Hier, deze soort van structures waar ze nog aan het bouwen zijn. Dat moest ook allemaal gemaakt worden. Maar best wel bizar. Ik ga in ieder geval nog eventjes deze papieren oppikken. Die pik ik mee. En dan eindig ik mijn episode 58. Oh, hij ligt hier. Oké, hij is helemaal hierboven. Dan eindig ik mijn episode 58 van deze game. En daarmee geloof ik aflevering 4 van The Hidden Ones. Uit mijn hoofd. Kan het fout hebben. Oh, nice. Dat was wel cool. Het valt me op dat de textures echt moeite hebben met laden. Ik weet niet of het nou specifiek deze DLC is, maar elke keer poppen de textures pas veel later in, terwijl ik er al lang ben, zeg maar. Ontdekt. Ik hoop dat je deze sprong een beetje kan, Bajek. Pak je. Nee, hij springt precies daar naartoe. Dan had het dus echt gewoon geen zin dat ik dat gebouw had beklommen. Hiermee gaan we hem wel eindigen meteen. Dus ik ga jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze episode van Assassin's Creed Origins. Ik vind het fijn om weer terug te zijn, want ja, dit spel is en blijft best wel fantastisch. Het is mooi om altijd in kaart te brengen wat ze nou weer hebben gebouwd in een nieuw gebied. Maar ook om te zien dat de quests best wel interessant zijn. Nou, viel het deze aflevering wel mee. We hebben namelijk een eervol afscheid genomen van een gestorven assassin. En vervolgens hebben we een kindslaaf bevrijd. De dingen daartussen waren vooral kampovernames. Maar ik denk zomaar dat in de volgende aflevering, aangezien we nu een quest hebben afgerond, aan de slag kunnen gaan met deze, de ondergaande zon. Dat is een primaire missie van niveau 43. En ik denk dat die dan dus wel weer best wel interessant gaat worden. Dus ik ga jullie sowieso bedanken voor het kijken. Ik heb één extra vaardigheidspunt wie ik ergens in kan stoppen. Ik heb alle synchronisatiepunten zie ik links in beeld. Ik heb nog wat skills waar ik nog best wel in kan. Nou, weet je wat? We doen het gewoon. We moeten uiteindelijk ook gewoon alles vol hebben, vind ik. Dus ik ga gewoon in dit soort dingen nog mijn vaardigheidspunten spenderen. En op de kaart zien wij dat we de volgende aflevering in dit gebied aan de slag moeten. Het is fijn dat ik dus de gebieden al heb uitgeschakeld, want ik ben er letterlijk geweest. Dus ik kan het beter in één go nu opnemen voordat ik mijn spel weer uitzet en vervolgens weer aanzet. En alle assassins, ik zeg assassins, ik bedoel enemies, dan zijn teruggespawned. Nou heb je de beste kans van dat de enemies al zijn teruggespawned sinds ik net ben doodgegaan. We zien het wel. Dank jullie wel. Thanks voor de support. Tot de volgende. Peace.